Nieuwmond Suriname heeft op dinsdag 6 april 2021 een vacuümbiopsieapparaat gedoneerd aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit apparaat wordt gebruikt om borstkanker op te sporen. Deze machine kost ruim €60.000. De leiding van het AZP is bijzonder ingenomen met deze geste. Borstkanker zal altijd zijn, maar we zijn nu in staat om volledig diagnostiek en daaraan gekoppeld behandeling te doen om de patient outcome te verbeteren. Wij garanderen u dat de radiologische mamazorg aan de gehele gemeenschap zullen bieden. Iedere Surinamer gaat gebruik kunnen maken van onze mamazorg. Immers, onze missie staat: wij staan voor hoogwaardige kwaliteit en een voor ieder toegankelijke gezondheidszorg. Ook zullen wij waar nodig onze diensten aanbieden aan onze buurlanden waar vacuümbiopsie niet mogelijk is. Ik dank u namens de Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de Surinaamse vrouw, voor uw donatie. Het is ook voor ons van belang dat we samenwerken met vooral het Academisch Ziekenhuis. En dat doen we op verschillende manieren. U wel bekend. En we kijken uit naar uitbreiding van onze samenwerking. Aan uw ziekenhuis, maar ook aan de gezondheidszorg in het algemeen in Suriname. Nieuwmond heeft waarden. En een van de belangrijkste waarden is dat wij graag een bijdrage willen leveren aan verbetering van het welzijn van de communities waar we in werken. En in Suriname doen we dat door verschillende communityprojecten te ondersteunen. Over AZP hoef ik niet te veel te zeggen. Het is het grootste ziekenhuis in Suriname met een enorme staat van dienst en natuurlijk een waardevolle bijdrage aan de gezondheidszorg. Gezondheidszorg, optimale gezondheidszorg, zien wij als een fundamenteel recht van ieder mens, zonder onderscheid naar ras, geloof, gender, overtuiging, economische situatie, om ervoor te zorgen dat iedereen dus gezondheidszorg naar de beste standaard kan krijgen. We zullen daarom als Nieuwmond Suriname voortgaan met het ondersteunen van de overheid en van organisaties in deze samenleving die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van de Surinaamse burger. En we kijken met name uit naar continuering van de samenwerking met AZP en indien mogelijk verdere uitbreiding. Vandaag als vrouw juich ik dit moment toe. En ik denk dat wij vrouwen met z'n allen dit moment ook moeten toejuichen. We hebben vandaag de laatste stap gezet in onze mama zorgpad. Voor velen zal het misschien onbekend zijn van wat bedoelt ze nou precies met mama zorgpad. Dat betekent dat wij hier vanaf begin tot eind in staat zijn om alles rondom borstonderzoek, als het gaat om diagnostiek, aan de Surinaamse gemeente en bijzonder Surinaamse vrouw te leveren. Natuurlijk zijn er ook mannen die van tijd tot tijd een borstonderzoek moeten ondergaan, maar het bijzonder zijn er natuurlijk de vrouwen die overwegend een borstonderzoek moeten ondergaan. En gelooft u me, ons mamacentrum staat voor preventie, want je moet voorkomen. We willen niet wachten tot het laatste moment om inderdaad hier te zeggen van hey, nu moet ik verder. En dat kan niet. En met de gesten van Nieuwmond zijn we dus nu in staat om een stap vooruit te zetten. En voor ons een heel, heel belangrijke stap als het gaat om diagnostiek. Het Academisch Ziekenhuis is het grootste referentiecentrum als het gaat om diagnostiek. Maar ook voor alle andere behandelingsprocessen die wij hier in AZ uitvoeren. Maar vandaag in het bijzonder, als het gaat om radiologie, is het Academisch Ziekenhuis natuurlijk het referentiecentrum waarbij wij in staat zijn om borstkanker in een multidisciplinaire setting te behandelen. En dat houdt in dat we alles onder één dak hebben. Andere woorden, we hebben onze radiologen, we hebben onze chirurgen, we hebben de oncologen, we hebben de pathologen die nodig is als het gaat om verder diagnostiek. Maar ook de radiotherapeut, oncologen
die heel erg belangrijk zijn als het traject verder gezet zal worden voor de eventuele bestralingen. Maar ik moet ook niet vergeten onze laboranten hier, hier met ons eigen centrum, die een heel belangrijke rol vervullen als u dus het centrum bezoekt. Zoals u weet gaat ons ziekenhuis door een heel moeilijke periode en staat meer dan ooit voor grote uitdagingen. Maar we blijven ons concentreren. We blijven ons concentreren op verbetering van de zorg en we zullen blijven investeren in training van personeel, in nieuwe faciliteiten en technologie. En vandaar dat ik ook hier sta. En ook heel bijzonder blij ben dat we Nieuwmond in ons midden hebben. Nieuwmond is niet onbekend voor het academisch ziekenhuis. Ze zijn een heel belangrijke partner van ons als het gaat om het verder willen realiseren van dus de doelen die we hebben uitgezet. Zonder om de Surinaamse gemeenschap te dienen op het gebied van volksgezondheid. Nieuwmond heeft meerdere projecten met het academisch ziekenhuis uitgevoerd. En ik weet en ik spreek hoop uit dus dat ze ook de naaste toekomst overige projecten van AZ zullen ondersteunen. Want immers, mevrouw Zouma, geven aan het academisch ziekenhuis is geven aan die gemeenschap. De meeste mensen worden hier van het academisch ziekenhuis. We zijn één academisch ziekenhuis. Dus als u geeft, geeft u aan de Surinaamse gemeenschap. U geeft aan die Surinaamse patiënt die heel hard hulp nodig heeft. We kunnen niet alles overlaten aan de overheid, die het helaas ook niet aan onze eentje aan kan.